Ik geef opleidingen, workshops, coaching, alles rond presenteren. Dus het is vooral mensen helpen om beter hun boodschappen over te brengen. En in die opleidingen of workshops ga ik heel vaak verwijzen naar Steve Jobs als voorbeeld. De pauzes inlassen. Dat is waar Steve Jobs ongelooflijk sterk in is. Hij weet perfect wat hij gaat vertellen. Maar hij staat op dat podium en het zijn geacteerde pauzes voor mij. Hij begint een verhaal te vertellen en dan plots zit daar een pauze tussen. Hij gaat niet heel dat verhaal in één keer vertellen, als een sneltrein. Er zitten pauzes tussen en die zijn zeer goed gekozen, vlak voor iets heel belangrijks zal vertellen. Vlak nadat hij iets heel belangrijks heeft verteld. Daar zitten vaak die pauzes. Maar die pauzes die maken dat er spanning is. En die maken dat dat publiek veel makkelijker kan luisteren. And of course, cover flow and video with on-screen controls. En heel vaak zijn we zenuwachtig als we presenteren. Dus wat gaan we automatisch doen? We gaan sneller beginnen spreken. Eigenlijk doe je ideaal het tegenovergestelde en al wil je even tijd om te ademen, gebruik pauzes. Dat doen we ook als we natuurlijk vertellen, dus die vind ik wel heel belangrijk. Maar voor mij is Steve Jobs een voorbeeld. Ik zou niet direct een stijl er willen opplakken, maar het is voor mij een echt schoolvoorbeeld van hoe een presentatie ideaal is. Vooral op 3 vlakken vind ik. Die man is waanzinnig goed voorbereid. Je zou kunnen zeggen van ja, maar het is makkelijk voor hem. Hè. Die gaat op dat podium en die spreekt zo. Terwijl die zo goed voorbereid is. Maar het is ook een zeer goede acteur. Dus hij is goed voorbereid, maar hij kan het gewoon goed brengen. Dus dat is vooral al iets heel belangrijk, is zeer goed voorbereid. Daarnaast heeft hij zodanig goed contact met zijn publiek, vooral omdat hij heeft een vertelstijl. Wat ik sprekers vaak aanraad, dat is eigenlijk gewoon te vertellen. Precies zoals je aan vrienden zou vertellen, zoals je aan collega's zou vertellen. En heel vaak zie ik sprekers die komen op een podium en het is precies of er gebeurt hier een klik en je bent niet meer natuurlijk. Dat doet hij wel, wat maakt dat hij heel goed contact heeft met het publiek. Derde, waar hij zeer goed in is, is... hij werkt natuurlijk met Keynote, hè. Hij werkt met slides, hij werkt met een scherm, maar hij doet dat op een zo goede manier, wat maakt dat hij nog altijd een heel goed contact heeft met zijn publiek. Dus hij toont precies die slides die ondersteunend zijn aan zijn verhaal. En daar kunnen we bijzonder veel van leren, want ik vind dat er heel veel fout gaat in het presenteren met slides. Of het nu Keynote is of PowerPoint, komt eigenlijk op hetzelfde neer. Ik vind het belangrijk dat elke spreker een heel eigen stijl heeft. Ik vind dat iedereen een naturel heeft en ik wil vooral graag zien bij sprekers, als ik die help om beter een presentatie of boodschap over te brengen, dan wil ik zien wat is de naturele stijl van die spreker. Dat je zoveel mogelijk gewoon kunt vertellen. En ik vind dat je heel veel kunt kopiëren misschien. Dat is wat je in het begin kunt doen. Bijvoorbeeld kijken naar die TED-presentaties, heel veel kijken naar presentaties van Steve Jobs. Vooral ook zonder volume kijken naar die presentaties, omdat je op die manier heel goed kijkt naar zijn lichaamstaal. Je kunt ervan leren, je kunt het kopiëren, maar vind vooral jouw eigen stijl. Dat is voor mij heel belangrijk. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Kijk wat hij met deze zin al doet, hè? Hij denkt na, heel bewust, over zijn eerste zin. Wat veel sprekers niet doen. Die beginnen dan typisch met een clichézin. Ik ga jullie vandaag iets vertellen over... waarmee je eigenlijk niets zegt. Je moet die aandacht trekken van jouw publiek. En dat doet hij door een verhaal te vertellen. Maar het is ook de manier waarop hij dat vertelt dat zo mooi is. En dat zie je verder in het filmpje. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. And Apple has been, well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. Hier toont hij heel mooi die pauzes. Hij weet perfect wat hij gaat vertellen, maar hij vertelt het niet allemaal snel aan elkaar. Het zijn die geregisseerde pauzes. En als je heel goed kijkt, als achtergrond heb je hier alleen het Apple-logo. Hij gebruikt geen slide. Voor de inleiding heb je geen slide nodig. Je moet eerst die aandacht trekken van jouw publiek. Dat is wat hij hier heel mooi demonstreert, waar je absoluut van kan leren. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. Vaak denken sprekers dat die heel goede sprekers, zoals Steve Jobs, die doen dat van nature. Die hoeven zich niet voor te bereiden. Maar die zijn ongelooflijk goed voorbereid. En dan zeg ik van ja, maar als zij zich nog altijd zo goed voorbereiden, waarom zou jij dat niet doen? Hoe minder ervaring je hebt, hoe belangrijker het is om je voor te bereiden. En heb je niet veel tijd, spreek dan korter. Dan bereid je wel heel goed voor op die korte presentatie.